Het activiteitenprogramma in verband met de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij is vandaag gepresenteerd. Journalist Richelle Maknak maakte voor u het volgende verslag. Goedendag kijkers, we staan op het terrein van het perscentrum van het kabinet van de president, waar vandaag de activiteiten in verband met de herdenking van 160 jaar afschaffing slavernij bekend worden gemaakt. Het gaat in totaal om 22 activiteiten met als thema Eenheid is kracht. Bij de viering van 160 jaar afschaffing slavernij wordt er rekening gehouden met herdenking, bezinning en bewustwording over hetgeen de voorouders hebben meegemaakt. Hierop aansluitend zegt Johan Rozer, voorzitter van de subcommissie 160 jaar Kitikoti, dat de nakomelingen van tot slaafgemaakten bewust moeten worden van de doorwerking van het slavernijverleden. Bij de samenstelling van het activiteitenprogramma is ook rekening gehouden met de viering van deze dag, omdat mensen wel blij mogen zijn dat er geen slavernij meer is. Echter mag dit volgens Rozer niet de boventoon voeren. Het belangrijkste dat met de 22 projecten uitgebeeld moet worden, is dat de Afro-Surinaamse gemeenschap het grootste deel heeft van het Surinaams cultureel erfgoed. Belangrijk is dat het onderscheid gemaakt moet worden tussen projecten die vanuit de commissie zijn geprojecteerd en vrije initiatieven. En die vrije initiatieven vallen buiten zeg maar de begroting van de Kitikoti commissie. Maar desalniettemin is de verwachting dat organisaties op hun wijze en met hun mogelijkheden zelffinanciering in staat zullen zijn om rond 1 juli ook wel activiteiten te kunnen ontplooien. Met het activiteitenprogramma heeft de subcommissie getracht de activiteiten landelijk te organiseren. De activiteiten variëren van een opstelwedstrijd tot een prodowaka. Ook zullen er lezingen gehouden worden over de doorwerking van het slavernijverleden. En is er een expo over de verschillende klederdrachten. Voor de officiële viering op 1 juli zullen kerkklokken luiden om 9 uur in de ochtend. In de grootste stadskerk zal op dat tijdstip de traditionele kerkdienst plaatsvinden. Daarnaast zijn er ook uitnodigingen verstuurd naar de president van Ghana en de Nederlandse regering. We hebben om 12 uur hebben we de herdenking bij Kwaku. En daar zullen dus speeches worden gehouden door onder andere de president. En we zijn dus ook nu bezig met meneer Hoekstra van Nederland die naar Suriname komt. En dat diplomatiek daar nog overleg over moet plaatsvinden. Maar in ieder geval is de wens uitgesproken dat meneer Hoekstra ook daar een toespraak houdt. En we hebben nog wat detailinformatie te krijgen. Er was namelijk gevraagd dat de president van Ghana wordt uitgenodigd. Dat de uitnodiging is verstuurd. En morgen is er overleg met de president. En we hopen dus dan in detail te horen hoe er ingegaan is op de uitnodiging die gestuurd is naar de president van Ghana. Voor de 22 projecten rond de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij is vanuit de overheid een bedrag van 4,8 miljoen SRD goedgekeurd. Rozer drukt de samenleving op het hart de verschillende activiteiten bij te wonen om meer te weten van de geschiedenis en cultuur van de Afro-Surinamers. De 22 activiteiten in verband met 160 jaar herdenking afschaffing slavernij worden uitgevoerd van juli tot en met eind oktober 2023. De subcommissie ziet graag dat dit een aanzet is voor de komende jaren, zodat deze activiteiten ook dan worden uitgevoerd. Ik ben Richelle Maknak met als cameraman Lambert Patrici voor ATV.